Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 22. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ben vrij. Ik heb officieel nog geen vakantie, ik heb gewoon een vrije dag vandaag. Vanavond zou ik mijn school uit eten gaan, dat ging niet door. Dat ik iets met mijn opa en oma en mijn neefje zou doen. Maar Kevin is ziek. En mijn oma is ook nog steeds ziek. Dus het ging niet door vandaag. Echt super jammer. Dus ik had eigenlijk gewoon het eten gekund vandaag met de klas. Denk ik. Maar helaas. Dus het is allemaal heel erg jammer. Ik ben vanmorgen wel eventjes naar de winkels geweest. Even naar de Primark. Ik heb een nieuwe beanie gekocht, want ik ben mijn Sorry About My Hair beanie kwijt. Ja, kwijt is een groot woord, maar ik kan hem gewoon even niet vinden de laatste tijd. Dus ik heb deze beanie gekocht. Hij heeft een wit kanten randje en er zit een strikje op. Vond ik wel heel erg leuk. Ik heb lekkere, warme, zachte sokken gekocht. Ik heb deze superleuke rode pyjama broek gekocht. Voor de kerst en deze trui. En deze trui vind ik heel erg leuk, omdat hij is heel erg dun. En hij is heel erg oversized en lang. En hij heeft hier zo'n V-hals. En de mouwen vond ik wel heel apart. Dus die heb ik ook gehaald. En deze tas. Die is hier bij de kassa. En ik dacht, oh, die is wel leuk. Maar ze is hem dus gewoon vergeten te scannen. En dan heb ik hem gratis. Ik had het gewoon echt niet door. Op een gegeven moment ging ik afrekenen. Ik denk, oh, dat is ook weinig. En op een gegeven moment ging ik op mijn bon kijken onderweg naar huis. En ik denk, hé, ze hebben me helemaal niet afgerekend. Want ik zei van, joh, weet je, je kan alles hierin doen. Want die Primark tasjes zijn leuk voor afvalzakjes. Maar daar heb je ook alles mee gezegd. Dus ik heb er een nieuwe gratis tas bij. En ik vond hem wel heel erg gaaf, want hij is gewoon zwart met allemaal roosjes. Ik ga even opruimen. Goed, ik ben klaar met opruimen. Ik heb heel veel, maar echt heel erg veel hoofdpijn. Ik weet niet waar het vandaan komt. Opeens, maar ik heb heel veel hoofdpijn. Dus ik ga even rustig liggen. Wel heb ik mijn nieuwe pyjama broek aan. Kijk hoe leuk. Ik ben er zo blij mee. En ik twijfel altijd met de maten bij de Primark. Omdat vaak als ik zo'n set haal van een pyjama shirtje en een pyjama broek. En ik haal daar een L van, want qua shirt heb ik L nodig. Qua broek. Ja? Boven. Nee. Goed. Het blijft echt zo. Goed, ik ben eventjes... Mijn moeder had een aantal dingen nog voor mij beneden staan. Dus heb ik gelijk naar boven gehaald. Onder andere alle adventkalender make-up. En deze kaarsen. Die heb ik afgelopen donderdag. Dinsdag. Ik weet niet wanneer, in ieder geval afgelopen week gekocht. Kijk hoe leuk. Dit zijn kaarsen. Drie kaarsen. En die kun je dus met afstandsbediening. Kan die dus van kleur laten veranderen. Kijk, rood of groen. Of roze. Of zalmkleur. Echt super leuk. En je kan ze ook over laten lopen of een aantal uur. Je kan hem ook gewoon uitzetten. Hoe cool is dat? Ik ben er echt super blij mee. Goed, ik heb heel even gelegen. Ik heb niet geslapen. Ik kon totaal niet in slaap komen. Ik loop nu lekker met een deken over me heen. Ik ga het cadeautje verstoppen. Mijn vader komt eerder thuis. In verband met kerst en dat soort dingen. Ik ga het cadeautje verstoppen. Dan ga ik even eten. Zip, zip, zip. Knip, knap, knop, knop. 22. Dat is 4 wat je nou liet zien. 22. En dat is 4. Nee, dat is niet 4, 22. 2 keer 2. Oké. Spook van de opera. Wacht even met de volgende hap, want je kunt me vinden bovenaan de trap. Ik heb
drank. Kijk hoe gezellig alles is. De kaarsen staan ook aan. Ja, alleen de achterste staat niet aan. Kijk. Oh, ik ben er zo blij mee. De kerstboom staat aan. De kaarsen. De lichtstrook. De lichtjes bij de deur. Alles staat aan. De vaas hier. Zo leuk. Oh, ik ben zo blij. Zo leuk allemaal. Echt, ik ben er zo blij met al die lampjes. En dat moet over... Ja? Goed, ik moest even op Rio passen. En die is nou boven. Die loopt nou daar op de overloop. Kom maar. Rio, kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom. Maar goed, die laten we nog even een uurtje spelen en dan gaan ze ook naar bed toe. Ik ga de vlog eindigen. Ik ga hem editen en uploaden. Want morgen ga ik heel vroeg weg. Ik ga morgen namelijk met mijn vader mee naar zijn werk. Hij moet in België werken. Met zijn collega Steven. En Steven is ook een goede vriend van ons geworden. In plaats van alleen een collega van mijn pa. Ja, dus dat is nu de planning. Ik ga de video editen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal aan deze kant of deze kant. Ik weet even niet, volgens mij deze kant. En natuurlijk ook boven. Met video's terugkijken. En dan zie ik jullie morgen alweer bij de één na laatste dag van Vlogmas. Tot morgen!